Zeg je Amsterdam-Noord, dan zeg je... Massie-Houtak. En zeg je gentrificatie, dan zeg je... Verdedig-Noord. Met theatervoorstellingen, columns, muziek en andere kunstuitingen zet Massie kritische vraagtekens achter het zogenaamd opwaarderen van voorheen verwaarloosde wijken dat volgens hem de verschillen tussen mensen groter maakt op een plek waar de verhoudingen toch al op scherp liggen. Massie, we zijn nu onderweg naar je werkplek, ja. Maar we hebben hier net expres even de intro opgenomen. Yes. Kan je vertellen waarom? Ja, omdat dit voor mij het hart van het gentrificatiegeweld is van Amsterdam-Noord. Zoals je ziet, er wordt keihard gebouwd aan nieuwe huizen. Eigenlijk veel te duur voor de huidige Amsterdammers. Ja. Voor leraren, agenten, verplegers, schoonmakers, sekswerkers, noem maar op. En ja, ook wat het communiceert, hè. Al die stijgers. Er staat ook Bold Sky Villas, nog één penthouse te koop. Ja. En dit is een voorbeeld van... De investeringen die nu in Noord worden gedaan, waar oude Noorderlingen, waaronder ik, in eerste instantie blij mee zijn van yes, eindelijk wordt het aangepakt. Maar het communiceert ook meteen, ja, maar het is niet voor jou. Het nee. is voor de toekomstige Amsterdammers en de toekomstige bewoners van Noord en niet voor de huidige. Nou, we gaan het daar straks nog uitgebreid over hebben. We gaan het eerst hebben over je werk. Yes. En dat gaan we doen in je werkkamer. Klopt. Massie Houtak is geen onbekende van de zender, want in 2013 sprak AT5 hem voor het programma Wereldstad. Toen al was hij bijzonder vocaal over zijn liefde voor Noord. Ik zou eigenlijk willen pleiten voor alle toeristen die naar Amsterdam komen, als ze een beeld willen van wat Nederland is, dan kan je het beste naar Noord komen. Omdat je, denk ik, beter dan, ik ben naar een paar plekken geweest in Nederland, beter dan waar dan ook echt een duidelijk beeld krijgt van wat is Nederland, al die verschillende culturen. Hier woont rijk en arm, maar ook kansrijk en kansarm echt naast elkaar. En dat heeft mijn ogen wel geopend. Het heeft me wel goed voorbereid op de echte wereld. Nu, 7 jaar later, is hij de frontman van Verdedig Noord. Een collectief dat met verschillende acties de gentrificatie in het stadsdeel blootlegt. De groep Verdedig Noord heeft hier van alles op de muur geklapt vannacht. Een statement eigenlijk. Wat vindt u daarvan? Op zich kan ik begrijpen wat ze proberen te bereiken. Maar het kan op een andere manier natuurlijk. Want het is ook heel leuk. Dat er hier initiatieven worden genomen in het Hamerkwartier. Ik begrijp het wel. Het lijkt misschien een beetje fel of agressievig. Maar op het moment dat een groep mensen niet heel duidelijk maakt wat er aan de hand is, gebeurt er helemaal geen fuck. Begin dit jaar kreeg hij de Nieuw Amsterdam-prijs voor zijn invloedrijke stem in het publieke debat over gentrificatie. En zou hij eigenlijk met zijn theatervoorstelling door de stad toeren. Maar dat is vanwege corona nu gecanceld. Zijn nieuwe boek Jij hebt ons niet ontdekt, wij waren hier altijd al, ligt nu in de winkels. Welkom. Dank je. Ik moet zeggen, ik herken dit gelijk ook. Ja. Van je theatervoorstelling. Precies. Volgens mij. Ja, 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 mijn theatervoorstelling, voor zover je het een decor kan noemen, is eigenlijk de plek waar ik mijn muziek maak, mijn huiskamer, werkkamer. En op een gegeven moment zie je dit, dus het is echt. Ja, het is ja, echt. Ja, precies. Geen prop. Ja, in de voorstelling zeg ik ook dat de voorstelling ontstaat terwijl ik hem speel. Omdat mijn onderzoek ook niet af was en hoe ik kijk naar het onderwerp ook niet. Ja. Dus op een gegeven moment krijg je dit. Ja, maar dit is dus jouw werkplek, dus hier ja. is zeg maar where the magic happens. Ja, ja en van mijn groep Verdedig Noord natuurlijk. Ja. Dit is de plek waar we ja, nu dan in iets mindere aantallen bij elkaar komen om te vergaderen, maar wel heel veel digitaal. Mm-hmm. Nadenken over dingen die aan de hand zijn in Noord en hoe we daarin een positieve bijdrage kunnen leveren. Ja, ja ik zit hier eigenlijk bij, zo goed als elke dag. Noordzijde. Hey, laten we even zitten, want ik heb natuurlijk wel een aantal vragen voor je ook over je jeugd, onder andere. Ja. Want jij bent sinds 2000 woon je in Amsterdam-Noord, klopt dat? Ja, ongeveer. Ja. Ja, ja. 2000, 2001, zo begin 2000. En we kwamen toen uit Amsterdam-Osdorp. Ja. Mijn vader, mijn broers en ik. En dat was het eerste huis dat we kregen eigenlijk sinds we in Nederland waren. We zijn hier in eerste instantie naartoe gekomen als asielzoekers, bij gebrek aan een beter woord. Heel kort in Amsterdam-Osdorp, daar heb ik mijn basisschool gedaan. En toen ik naar groep 8 ging, eind groep 7 zijn we hierheen verhuisd. Ja. Dus ik heb groep 8 daar nog afgemaakt. Ik ben een jaar op en neer gaan reizen. Ja, elke ja. dag als 10-jarige jongen, 11-jarige jongen. Maar daarvoor heb je dus, want je kwam dus hier als, is dat als vluchteling of asielzoeker? Ja, 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 ja. Ja, het is hetzelfde volgens mij. Gewoon ja. nieuwkomer. Een nieuwkomer, ja, mooi ja. woord. Gaan we het daar ophouden. Daarvoor heb je dus in AZC's gewoond. Ja. Ik ging er net... Hoe was dat en hoe lang was dat? Ik denk dat het bij elkaar een periode van een jaar, anderhalf jaar moet zijn geweest. Ik herinner het me als een... Ik was 6, 7 jaar.
Dus ik herinner me als een periode waarin ik heel veel andere kinderen van over de hele wereld ontmoette. Waar we heel liefdevol en warm zijn ontvangen door vrijwilligers. Maar het was wel een periode van steeds maar door, steeds maar door. In het ene AZC was je een paar maanden, in het andere een half jaar, in het andere een jaar. En zo ben ik heel Nederland doorgekruist. En voor zover ik het me goed kan herinneren, is dat we die AZC's ook niet uitgingen of niet uit mochten in ieder geval. Waardoor ik daarbinnen telkens dacht, oh ja, dit zijn de vrienden voor nu, dat zijn de vrienden voor straks. En ik heb het ervaren toen als een warme plek, dat is met dank aan mijn vader, hoe die ons heeft beschermd toen de tijd. Mag ik vragen waarom jullie deze kant op kwamen? Ja, ik ben geboren in Afghanistan. Mijn familie komt uit Afghanistan en dat was de oorlog. Mm-hmm. In het kort is dat het. En mijn vader gunde mij en mijn broers eigenlijk een toekomst met vrije beweegruimte en leefruimte. En de vrijheid die hij ook in het Afghanistan van zijn jeugd heeft gehad. Hoe was zijn jeugd daar? Ja, liefdevol, vol familie, kansen. Onze hele familie is academisch opgeleid. Dus, en mijn opa was een zakenman, dus we hadden het best wel goed daar. En zijn jeugd was volgens mij wat Amsterdam-Noord voor mij is, was Kabul voor hem. Het is echt thuis en warm en liefdevol. Dat is een heel ander soort Afghanistan als wat ik post 9/11 in Nederland heb leren kennen via de televisie bijvoorbeeld. Ik ben heel blij dat ik mijn vader had die dat nuanceerde. Die zei van dat is niet alleen Afghanistan, dat is de situatie nu. Maar daarvoor liep niemand gesluierd rond en ik heb foto's van mijn tantes die er net zo modern uitzien als vandaag de dag jongens en meiden hier in bijvoorbeeld Nederland of in de VS. Ik denk dat het voor hem een hele prettige tijd was. Ja, en je zegt net, voor jou is Amsterdam-Noord was voor hem Kabul was. Ja, dat denk ik. Ja, wat bedoel je daarmee? Thuis. Ik denk thuis. Dus een stad wat veilig en warm en welkom voelt. Waar familie is. In zijn geval is dat natuurlijk letterlijk bloedverwante familie. En in mijn geval is de familie die ik op een gegeven moment heb gekozen. En heb geselecteerd. In een van mijn nummers zeg ik, water is dikker dan het bloed. Daar waar het spreekwoord is, bloed is dikker dan het water. Omdat hier was toch een gemeenschap van mensen die heel erg voor mij hebben gezorgd. Op verschillende niveaus, of het nou was begeleiden bij talenten die ze bij me zagen en zeiden, ja, je moet doorgaan met schrijven en muziek maken. Of een vriend van mij uit de buurt die mij 1-op-1 basketbaltraining gaf op het plein en ervoor zorgde dat ik ook wederom met dat talent echt heel veel deed. Mensen die naar me omkeken en die me uitnodigden met kerst bijvoorbeeld bij hun thuis en waar ik heel veel leerde over Surinaams eten en Surinaams cultuur. Mensen die mij nu zoon en ik vader noem en ooms en tantes en dat ook meen. Dus ik denk dat is wat als ik mijn vader hoor spreken over Kabul, dan denk ik ja, vandaag de dag begrijp ik wat je bedoelt en ik moet er niet aan denken dat er op een of andere manier zoiets heftigs in Nederland gebeurt waardoor ik in deze fase van mijn leven ineens alles moet omgooien en moet verhuizen. Ja, grap. Nooit sta je hier weg. Go. Ha? Huh? Ja, je hebt nu zelf een zoontje. Ja. Hoe ben je dan een soort van een hele emotionele vader die denkt van, je weet waar ik vandaan kom, jongen. Ja, ik ben sowieso een hele emotionele man, jonge man. Maar ik denk dat ik hoop dat ik dat niet nu al op hem projecteer van, ik weet nog hoe irritant ik het vond dat mijn vader vroeger altijd zei van, oh, klaag jij over internet of klaag jij over een smartphone, weet je hoe wij zijn opgegroeid? Hij is ook nog geen 2. Dus zulke serieuze gesprekken hebben we nog niet. Maar het is wel fijn. Misschien is dat ook waarom ik mijn vader ook steeds meer begrijp, nu ik zelf vader ben geworden. En nog meer respect voor hem heb dan ik al had, hoe hij dat heeft gedaan met 3 zoons. En alles wat hij had opgebouwd achterlaten, opofferen voor een veilige en vrije toekomst voor ons. Ja, mijn zoon is mijn favoriete nieuwe Noorderling, zeg ik. Geboren in Noord, dus hij heeft me bij zijn geboorte ingehaald. En deze werkruimte stond deels eerst bij mij thuis, waar ik een kamer had. Maar hij had natuurlijk die ruimte ook nodig voor zichzelf. En ik zei dus net, die nieuwe Noordeling heeft mij het huis uitgegentrificeerd. en nu ben ik hier beland. Ja, maar het ziet er wel goed uit. Thanks. Ja, ik ben er blij mee. Het is heel belangrijk om een ruimte te hebben waar je creatief kan zijn. Ja. Waar je samen kan komen met vrienden. En ook juist hoe we net buiten waren begonnen, mm-hmm. midden in het hart van al dat nieuwbouwgeweld, is het belangrijk dat wij letterlijk hier ondergronds in de kelder
het verzet aan het organiseren zijn. Of ik zou zeggen de wederopbouw. Ja. Je klinkt nu wel heel erg als een activist, maar ik heb het gevoel dat je liever niet zo genoemd wordt. Of is dat niet? Ik vind het geen vervelende term. Ik vind dat die te makkelijk wordt gegeven aan mensen. En als ik dan ook kijk in welke context, dan gaat het vaak over de context van kritisch burgerschap en actief burgerschap. Wat volgens mij niet meer dan vanzelfsprekend is bij betrokken burgers. Als je kritische vraagtekens stelt zoals ik dat doe, en daar soms ook compromisloos in bent, omdat de praktijk is ook compromisloos, dan geven mensen je heel snel de sticker activist. Wij hebben met Verdedig Noord natuurlijk ook ludieke acties gedaan en daar denken we ook nog steeds over na. Ook die worden heel snel behandeld als activisme. Wederom, ik vind het geen vervelende term, maar ik zou heel erg willen pleiten voor laten we weer kritisch burgerschap en actief burgerschap normaliseren. In plaats van alles wat afwijkt van de norm, maar wat eigenlijk terechte kritische vragen zijn en zorgen bij burgers, meteen bestempelen als activisme. Je wilt ons nu meenemen naar een mural, ja, toch? Ja, naar een werk dat ik heb gedaan samen met onze partner United Painting, waar we in Noord veel mee werken. En wat voor mij een hele bijzondere plek in mijn hart heeft, maar ook wat dit jaar voor mij heel erg illustreert. Ja, nou laten we daar naartoe gaan en kan je er rustig over vertellen. Ja. De muurschildering. Yes, dit is hem. Dit is hem. We zijn er met AT5 eerder geweest. Ja. Toen was hij nog niet helemaal af, volgens mij. Nee, toen was Hedy hem nog aan het illustreren. Ja. Dit is dus wat we... Eigenlijk zijn we hieraan begonnen deze zomer om gewoon onze standaard muur, de Iconen van Noord heet, te maken. In samenwerking met de Tolhuistuin, in opdracht ook van de Tolhuistuin. Dus met onze partner United Painting. En terwijl we de onderlaag aan het schilderen waren, dus die ruiten die je net ook op mijn werkruimte zag. Terwijl we dat aan het doen waren, gingen de beelden van de moord op George Floyd viral. Ja. En we waren er allemaal echt even stil van en we zagen het gebeuren. En hey, zie jij dat ook? Zie je dat ook? En we voelden heel erg de behoefte om daar ook meteen iets mee te doen. Omdat gentrificatie en ons werk gaat over commentaar op het onrecht. En anti-zwart geweld wereldwijd is een onrecht dat we ook niet zomaar onbenoemd kunnen laten. En we waren het er meteen over eens van, in plaats van dat we zoals altijd individuele gezichten in die ruiten doen, moeten we een groepsportret hebben. Om ook heel snel te reageren op dat anti-zwart geweld is niet alleen iets van die kant van de oceaan en ver van ons huisshow. Ja. Het gebeurt ook hier. Dus we hebben slachtoffers van anti-zwart geweld van over de hele wereld. En ook door de geschiedenis heen. Dus zoals George Floyd, maar ook Kerwin Duinmeijer en Mitch Henriquez van Nederland. Maar ook Breonna Taylor en Tommy Holton. Ja. Mooi ja. Is dus in maar, die zin is het een bijzondere muur geworden. Als ik er zo naar kijk, denk ik het is zo zonde dat dit ook weer een keer weg moet. Of blijft dit? Nee, het gaat dus binnenkort weg. Het wordt opgenomen in de collectie van het Amsterdam Museum. Nice. Ja. En... ook omdat de materialen, we hebben hem ook altijd bedacht als voor 3-4 maanden om dan uiteindelijk toch weer de muur die we hadden bedacht te doen, de Iconen van Noord. Ja. Maar ook omdat de materialen het najaar en de winter waarschijnlijk niet gaan overleven. Nou, dus we gaan hem helemaal in orde maken, weer helemaal mooi en schoon en updaten en dan gaat hij naar het Amsterdam Museum. Mooi. Ja. Er zijn al, je hebt al dingen of hangen staan in het Antwerpen Museum, toch? Dat is niet de eerste keer voor jou. Nee. Al mijn videoclips worden opgenomen, dus ik ben bezig met een visueel album. Designerfiets was daar de eerste single van, maar ook letterlijk die fiets hangt daar. Onze spandoeken, posters, flyers en dingen die ik nu vergeet. Ja. Maar eigenlijk alles wat we doen vanuit die kunst en dat activisme, dus dat wordt opgenomen in het Amsterdam Museum. Ja, hoe is dat eigenlijk voor zo'n guy uit zo'n buitenwijk die nu in een museum hangt in de binnenstad? En sterker nog, ik zal het nog lijper formuleren. Oké, kom door. Ik hing op hetzelfde moment in het Stedelijk en in het Amsterdam Museum. Dus dat is, het is heel gek. Helemaal, je zegt zo'n guy uit een buitenwijk, maar ook nog eens niet traditioneel kunstopleiding, theateropleiding hebbende, autodidact eigenlijk. Het is eervol, maar tegelijkertijd ook een bevestiging voor de opvoeding die ik vanuit hiphop heb gehad. Van het kan. We zijn een fluïde kunstvorm die juist met de bestaande structuren en systemen kunnen breken of dat kunnen updaten. Dus dat was voor mij een hele mooie bevestiging van die gedachte die mij al vanaf
heel jong is aangeleerd en die ik voelde en waar ik concrete bevestiging voor had. Ik heb in mijn hele leven eigenlijk gehoord, je mag maar één ding zijn. Je kan niet en schrijven en muziek maken en theater. Eén ding. En ik dacht heel lang ook, shit, ik moet één ding zijn. Waardoor ik een periode dat aan de kant legde en een andere periode iets anders. En op een gegeven moment dacht ik, nee, maar dit is wie ik ben. Dat is hip-hop. Ik ben fluïde en multidisciplinair. En nu kom ik in een fase in mijn leven waar steeds meer mensen zeggen, nee, je bent niet gek, je moet dit juist blijven doen. En Amsterdam Museum is daar een van de grootste voorbeelden van, ja, waar ik heel dankbaar voor ben. Dus het was heel gek en tegelijkertijd ook meteen heel erg inspirerend. Ja, je wilt ons nu meenemen naar Van der Pek. Ja, naar Van der Pekstraat. Dat is hier niet zo heel ver vandaan. Nee, dat is hier om de hoek en een paar minuten lopen. Ja. Waar ik ook een tijdje heb gewoond, mm-hmm, in de Van der Pekstraat. Waar ik me herinner, ik zat daar niet zo ver vandaan op school. En ik weet nog dat mijn vader altijd zei van, als het donker wordt moet je niet door de Van der Pekstraat lopen. Ja. En daar was hij niet alleen in. Ja. Dat was best wel een standaard gedachte over die straat. Dat is nu helemaal niet meer het dat geval. Dat is nu helemaal niet het geval. Oké, okay, we zijn dus nu Van der Pek, ja, a.k.a. Het Openluchtmuseum van Gentrification, zo noem ik het. En waarom noem je het zo? Iedereen die dus denkt van, hey, gentrificatie, ik hoor dat woord vaak en wat is het nou precies? Als je hier doorheen loopt en, mm-hmm, goed om je heen kijkt, ja, begrijp je het. Je ziet het gewoon hier gebeuren. Of het nou gaat over het opknappen van de oude voormalige sociale huurwoningen, mm-hmm, en het verkopen daarvan. En ook letterlijk hoe de uitstraling van die huizen, weet je, nieuwe dakpannen, nieuwe kozijnen, gouden brievenbussen. En, ja, iets verderop huizen waarin 100 jaar nog geen dakpan is vernieuwd. Ja. Maar waarom is dit dan zo erg? Ik bedoel, er moet toch ook een keer vernieuwing plaatsvinden? Zeker. Nee, maar die moest al eerder plaatsvinden. Mm-hmm. En de vermenging, zeg maar, de mix van sociale huur, middenhuur, koop en verschillende soorten ondernemers, dat had in het begin al moeten gebeuren. Maar dit is zo systemisch bewust verarmd en verzwakt. En alle, bij gebrek aan een beter woord, kwetsbare bewoners zijn hier bij elkaar gezet. Ja. En die hebben altijd al gezegd, hey mensen, we hebben voorzieningen nodig. We hebben onderhoud aan onze huizen nodig. Dus daar is niets mis mee. Maar nu het eindelijk gebeurt, decennia nadat die eerste roep van de bewoners hier plaatsvond, mm-hmm, moeten die bewoners als eerste weg. Omdat die nieuwe voorzieningen, de transformatie van deze buurt, betekent automatisch het verhogen en het onbetaalbaar maken van huren. Als huizen al nog huurhuizen blijven. De meeste zijn verkocht, ja, door de woningbouw aan projectontwikkelaars. Maar het is ook lastig om dat tegen te houden. Ik bedoel, hoort het soort van, weet je, het is ontwikkeling. Hoort dat ook niet bij de tijd? Ik bedoel, je moet toch ook... Het is beleid. Het is geen natuurlijk proces. De ontwikkeling zoals jij hem net omschrijft, dat is verandering als in een natuurlijk proces. Mm-hmm. Maar dat is dit niet. Dit is echt beleid. Dit is begonnen al decennia terug, bijna 100 jaar terug. Toen er ervoor is gekozen van, weet je wat, aan deze kant van het ei zetten we alle mensen en voorzieningen waar we aan die kant van het ei eigenlijk niet zoveel zin in hebben. Dat is de geschiedenis van Noord. En hoe mag ik daar meer over weten? Want je, ja, zegt dat nu heel makkelijk, maar ik denk dat heel veel mensen niet weten waar dat dan vandaan komt. Als je kijkt naar de echte oer-oud-Noorderling is de oud-Jordanees. Mm. Dus toen de Jordaan, voordat dat werd gegentrificeerd, het hippe hart van Amsterdam werd met de 9 straatjes, was het een arbeiderswijk. Echt een volkswijk. En toen dat werd aangepakt eindelijk, grootschalig, zijn heel veel oud-Jordanezen onder andere in Amsterdam-Noord terechtgekomen. En zelfs nog de zogenaamde ASO's kregen hier heropvoedingscentra in het Asterdorp. Mm-hmm. Wat tijdens de Tweede Wereldoorlog ook een ghetto werd voor de Joodse mensen die daar zijn geplaatst. Op een gegeven moment zijn er arbeidsmigranten naar Nederland gekomen die ook hier bleven. Die zijn ook massaal in Amsterdam in de buitenwijken, waaronder in Noord, geplaatst. En dus bijvoorbeeld asielzoekers en vluchtelingen. Eigenlijk, en ook voorzieningen zoals bijvoorbeeld groenvoorzieningen waar de stad aan moest voldoen. Yeah. En waar ze in het centrum niet zoveel zin in hadden omdat het anders toerisme in de weg zou zitten. Mm. Hebben ze allemaal hier geplaatst. Daarom hebben we hier zoveel parken en groen en bos. Yeah, waar, yeah, ik heel blij mee ben. Yeah. Maar zo zie je van, dat is dus niet dat natuurlijke proces van verandering en ontwikkeling. Yeah. Maar eigenlijk beleid. Mm-hmm. En dan zeggen we, ja maar luister, we willen mee in dat succes van die stad. Nou, groei wil ik niet eens zeggen, maar in de vooruitgang van de stad, ja, willen wij mee. Wij die deze plek ons thuis hebben gemaakt. Ja. En zijn karakter en zijn cultuur gaven. En ook zelfs zijn economische waarde. Waardoor er nu hier zo goedkoop kan worden verbouwd en geïnvesteerd. Welkom allemaal nieuwe bewoners en nieuwe ondernemers. Maar wij hebben ook het recht om hier te blijven. Jij hebt er ook een boek over geschreven. Ja. Jij hebt ons niet ontdekt. Wij waren hier altijd al. Ja. Het is eigenlijk het persoonlijke en het journalistieke verhaal van mij en hoe ik me eigenlijk mijn onderzoek ben begonnen naar gentrificatie en op een gegeven moment ben gaan verhouden tot dat thema. Mm-hmm.
En heb gerealiseerd van, hey, ik kan niet een enigszins neutraal essay, wat het eigenlijk moest worden, schrijven. Ja. Of een soort beschouwend theaterlezing schrijven. Mm-hmm. Omdat het is niet voor mij alleen journalistiek, maar ook heel persoonlijk. Ja. En ik moet kleur bekennen, stelling innemen. Maar ook, eigenlijk is de hoofdvraag door het boek, hoe gaan nieuwe en oude bewoners van dit soort wijken, dit soort stadsdelen met elkaar samenleven? Ja. Want de stad is een plek voor iedereen. Mm-hmm. En wat kun je als nieuwe bewoner doen als je onbewust, onbedoeld onderdeel van het probleem aan het worden bent? Of al bent? En wat kun je als oude bewoner doen om voor je rechten op te komen? En je buurt te verdedigen en je eigen het recht van jou om in de wijk waar jij je thuis voelt te kunnen blijven wonen. Ja, ik heb het gevoel dat het boek, dat is er nu, maar dat is nog niet helemaal af, hè? Het boek is nooit af. Toen het naar de drukker ging, vond ik een van de engste momenten, omdat het suggereert dat ik uitonderzocht ben, zeg maar. Maar dat ben je niet. Ik heb vandaag nog een column geschreven waarvan ik dacht, dit had zo in het boek gemoeten. Dit is ontzettend belangrijk, omdat ik natuurlijk blijf leren. In het boek zie je een ontwikkeling van mij, van eerst verontwaardigd, verbijsterd, naar steeds meer geïnformeerd, georganiseerd, naar oplossingen. Maar het is niet af. Ik leer steeds meer. We hebben het nu al heel lang over gentrificatie. Af en toe moet je ook gewoon remmen om het over jezelf te hebben. Ja. Waar komt dit vandaan, die motivatie om hier zo hard aan te werken? Want dat doe je Ja, wel. Dat is een hele goede vraag. Die heeft meerdere lagen, die motivatie. Het is de liefde voor deze plek. Mm-hmm. Zoals ik aan het begin vertelde, heb ik op je vrij jonge leeftijd best wel veel reizen gemaakt langs landen en steden en in Nederland ook allerlei plekken, totdat ik hier in Amsterdam-Noord een plek vond wat ik thuis noem. Ja. Waar ik dus veilig ben opgegroeid en me veilig genoeg voelde waarvan ik dacht, hier wil ik eigenlijk niet meer weg. Als ik de keuze zou hebben, zou ik hier niet meer weg willen, of in ieder geval dit als thuisbasis altijd hebben. Dus die liefde is de motivatie, maar ook mijn opvoeding. Weet je, mijn vader die zei van, ik ben met jullie hierheen gevlucht eigenlijk, tegen mijn broers en mij van, ik ben met jullie hierheen gevlucht omdat ik jullie ook een vrije, veilige leven en beweegruimte gun zoals hij die heeft gehad. Ja. In het Afghanistan van voor de oorlog. Dat recht heb je. Je hebt dat recht op zo'n kwaliteit van je leven, op kunst en cultuur en geschiedenis, opleidingen, onderwijs, zorg, huisvesting. Ja. Hij zegt, maar daarnaast heb je ook de plicht om dat te beschermen. Mm-hmm. En om het minstens zo goed of het liefst nog beter door te geven aan de volgende generatie. Dus dat zit in mijn opvoeding. Want je voelt je heel verantwoordelijk ook, ja, voor de buurt. Ja, omdat waar je van houdt, wil je voor zorgen. En, en houden van betekent ook onderhouden. En behouden soms natuurlijk ook natuurlijk meegaan en flexibel veranderen. Maar dat is hier niet het geval. Ik voel me er zeker verantwoordelijk voor. Omdat dit is mijn thuis. Dit is mijn familie. En als ik zie dat het fout gaat, dan zeg ik er wat van. En al helemaal als ik merk dat niemand er wat van zegt en het bijna een soort van, dus wederom vanuit die gedachte van het is een soort natuurlijk proces wordt gepresenteerd, wat het feitelijk niet is, ja, dan denk ik, wat kan ik doen binnen mijn leven, wat doe ik al dagelijks, dan integreer ik die zorgen en die verantwoordelijkheid en dat thema gewoon in dat dagelijkse werk. Ja. En blijf ik het aankaarten en agenderen totdat er hopelijk andere medestrijders opstaan, ja, wat ook gebeurt. Ben je moe? Ik ben over het algemeen heel erg moe, zeker, ja, maar ik heb ontzettend veel hoop. Ja. Dat houdt me gaande. Ik heb heel veel energie. Ik krijg ontzettend veel energie van het feit dat er nu in 2 jaar, daar waar voorheen mensen zeiden over mijn columns, gentrifi wat. Maar ook, dus niet alleen bewoners en buren, maar wethouders, politici, beleidsmakers. En als je het ze dan uitlegt, dat je merkt dat ze heel erg in die versimpelingsreflexen schieten van, oh, dus het is boos op verandering. Nee, dat is het niet. Dat is beleid. En nu 2 jaar later zeggen mensen niet meer gentrifi wat, maar mensen zeggen, wat kunnen we er tegen doen? Gesprekken gaan nu veel vlotter, omdat je niet een kwartier kwijt bent aan uitleggen wat het is of hoe je het uitspreekt. Dat is echt met dank aan heel veel mensen die merken van shit, het raakt ons allemaal. Nieuwe bewoners, oude bewoners. En het werk met Verdedig Noord is, hoe kunnen we samenleven? Want de stad is een plek voor iedereen. Yeah. En die verantwoordelijkheid zie ik steeds meer, het bewustzijn zie ik steeds meer ontstaan bij allerlei typen bewoners, maar ook ondernemers en kunsten, cultuurinstellingen, onderwijsinstellingen, die allemaal daar onderdeel van zijn. Ja. En die zich proberen te verhouden tot elkaar. Dat geeft me heel veel energie. Heb jij gesprekken met woningcorporaties
over dit soort onderwerpen, deze onderwerpen? Nee. Ik ben een paar keer uitgenodigd naar kritische columns. Daar ben ik niet heen gegaan. Dat voelde niet veilig voor mij. En ik zal het even toelichten. Wat ik bedoel met veilig is dat wij hebben met Verdedig Noord een aantal voorwaarden om veilig en vrij ons werk te kunnen doen. Een van de voorwaarden is, we willen in principe in gesprek met iedereen, maar dan aan een tafel die van ons is. Dus op onze plek en waar wij niet een minderheid zijn aan die tafel. En uit mijn ervaring, daar waar ik die gesprekken wel een aantal jaar geleden aanging, dat het altijd was van, we willen even met je praten. En ik dacht, oké, yes, in gesprek. En uiteindelijk was het altijd dat mensen me gingen uitleggen dat het veel ingewikkelder in elkaar zit dan ik denk. Terwijl ik daar onderzoek naar doe en vaak ook veel beter weet dan zij, wat ze aan het doen zijn. Ze krijgen dat respect niet. Mensen zijn me aan het uitleggen wat ik al veel beter weet. En uiteindelijk gaat het er vooral om, schrijf niet meer kritisch over ons. In plaats van, oh wacht even, hoe organiseren we zelf kritiek? En kunnen we ons werk beter doen? Want we zijn er eigenlijk voor de mensen. En bij de corporaties is het ingewikkeld, omdat woningbouw is op een gegeven moment geprivatiseerd. Dus mensen mogen winst maken op sociale huurwoningen. Ik wil weer opnieuw gaan nadenken van hoe zit het eigenlijk met drinkwater, afvalverwerking, kinderopvang, huisvesting. Al die publieke voorzieningen. Ja. Waarom zijn ze geprivatiseerd en zijn ze vermarkt? Mm-hmm. Zorg, onderwijs. Waarom is dat zo? En nog voordat we daar zijn, als wij huren betalen in Noord voor verwaarloosde huizen die niet worden onderhouden. En die huren zijn inmiddels ontzettend hoog. Waarom hebben we nog steeds in 2021 in Amsterdam lood in ons drinkwater? Waarom zijn onze huizen slecht geïsoleerd en slecht geventileerd? En die vragen stel ik en dat kaart ik aan in mijn werk, maar daar is niet iedereen blij mee, omdat iedereen is heel snel persoonlijk aangevallen. Terwijl ik denk, oké, maar de bigger picture. Wat zijn we aan het doen? Wat voor stad willen we zijn? Een stad die er is voor iedereen die er woont en die er wil wonen. Natuurlijk ook de mensen met een dikkere portemonnee. Tuurlijk, maar dat is inmiddels een dikkere, de dikste portemonnee van de wereld. Dat is nu bijna 1/3 van Amsterdam. En waar we net naar keken, al die nieuwbouw, de middenklasse, de leraren, de verplegers, docenten. Mm-hmm. Daar is geen plek meer voor in de stad. Ik ga om het af te ronden, want je hebt al heel veel verteld hoor. Ja. Ik denk dat je deze vraag vaker krijgt. Ik kan toch stellen. Wil je ooit de politiek in? Nee. Nee? Nee, nee. Mag je vragen waarom niet? Omdat dit wat ik nu doe zo hoopgevend en energiegevend en leuk is. Dat ik eigenlijk niets anders wil doen dan dit. Ik kan me niet voorstellen dat ik zoveel lol zou hebben en hoop en energie zou krijgen van de politiek, als ik heel eerlijk ben. Yeah. Ik wil me er wel tegenaan bemoeien. Mm-hmm. Maar dat is wederom dat actieve kritische burgerschap. Yeah. Wat onze maatschappelijke dienstplicht is en zou moeten zijn. Maar niet de politiek, nee. Ik ga je heel erg bedanken dat je mij hebt meegenomen in jouw Noord. Thanks dat je bent gekomen naar mijn Noord. Ja, sowieso. Ik vond het heel erg leuk. Dankjewel. Dankjewel. Ik ben hier ook veel te weinig. Ja, wees welkom. Kom. Zeker, zeker. Wat gaan we doen? Waar gaan we heen? Gewoon weer terug. Die kant? Ja, dat kan.